Gaan mijn kinderen hier niets blij mee maken, denk ik. Goed. Ze zijn dus stiekem kaarsjes hieruit aan het halen. Ik heb even heel snel iets in elkaar geflanst. Het zijn, even kijken, volkoren fusilli. Einde van de dag, daar heb ik helemaal zin in. Het is super goed gegaan, heel blij mee. Toen we begonnen waren, dacht ik, ja, ik ga er gewoon voor. Ik ga gewoon alles geven en dat leverde juist tegenovergestelde op. Dat is echt een tweelingstruggle. Ook best wel wat voorraad, ik ben bij de Aldi geweest. Maandagochtend vibes dit. Ja, en ik vind dat spannend en Eddie doet onwijs overdreven leuk om mij op te beuren. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en je kijkt weer naar een nieuwe weekvlog. Wij zijn op dit moment helemaal in alle hectiek hier. Want ik ga je straks wel vertellen waarom. In ieder geval, het is ochtend spits. Het is bijna 8 uur geloof ik. Ramos moet zo meteen naar school. Dus ik ben even de laatste dingetjes aan het doen. Tasje inpakken. De kindjes die zitten heel even lekker voor de tv. Kindertijd te kijken, dus dat is fijn. Het hele huis is op zijn kop. Maar goed, dat komt straks wel. Ik ga eerst even zijn tas inpakken. En ja, dus de weekvlog openen. Helemaal leuk dat je weer meekijkt deze week. Even kijken, schat. Ja. Ja, kleine Charlie, hè? Mama, dus een nieuwe bank, die is er. Ik ben er super blij mee. Het geeft helemaal een andere look en helemaal andere feeling, zeg maar, in de woonkamer ten opzichte van dat bruine leending dat we hadden. Dit is hem. Hoe leuk. Ik ben er helemaal blij mee. En vanaf hier gaan we dus ook verder met de woonkamer helemaal gezellig maken. Ik heb al salontafeltjes besteld. We hebben een lamp besteld, maar het duurt allemaal niet normaal lang voordat dat binnen is. Kijk eens wie we daar hebben. Joe. Ja, de levertijden zijn echt insane. Gewoon niet normaal. Bachkrukken besteld. Het duurt gewoon 2 maanden voordat ze binnen zijn. Een lamp duurt 1,5 maand. De salontafels ook. Het is echt gewoon bizar hoe lang het allemaal duurt. Maar goed. Ramos voor de school. Kijk, wat hebben wij toch een goede hulp. De meiden vinden het zo leuk om mee te helpen. Dan gaan ze dus een doosje halen. En die gaan ze dan naar Ed brengen. Wij zijn met een heel impact team vandaag. Oh, kom maar meid. Kijk maar papa. Dankjewel. Dan gaat ze weer terug. Goed zo. Nu ben ik net gedoucht, heb ik een campagne opgenomen. En ik denk dat ik nog even een uurtje ongeveer kan gaan werken. Oh, hier ligt mijn telefoon. Voordat ik zo meteen Ramos ga ophalen en met hem naar de zwemles gaan. Oké, ik heb Ramos opgehaald vanuit zijn school. Toen zijn we even heel snel naar huis gegaan. Zwemkleding aangedaan. En nu zit hij dus in zijn zwemkleding met zo'n cape zit hij in de auto. En dan ga ik me zo meteen bij de deur afzetten. En dan kijk ik even of dat ik toch nog even meeloop. Want het is nu de tweede keer dat hij gaat. Vorige keer mochten de ouders erbij zijn. Of tenminste één van de twee. En vandaag mag dat dus niet. Dus ja, even kijken wat dat precies zeg maar inhoudt en betekent. Maar goed, ik heb mijn spullen bij. Ik heb ook even mijn laptop mee voor de zekerheid. Want het duurt wel 3 kwartier. En om nu naar huis te rijden, dan ja, ben ik zo kort thuis, kan ik weer terug. Dus ik blijf gewoon lekker hier in de buurt. Ik vind Ramos ook fijn volgens mij. En dan gaat hij weer lekker zwemmen, jongen. Ja! Leuk! Nee, Ramos is binnen. Dat ging goed. Hij werd gewoon helemaal netjes opgehaald en mocht met andere kindjes daar wachten. En toen kwam de juf en die ging ze meenemen. Dus dat kwam helemaal goed. Ik zit nu in de auto. Ik ga even een beetje werken. Ik kan ook een rondje lopen natuurlijk. Eigenlijk moet ik mezelf dat meer gunnen. Super lekker weer. Maar aan de andere kant, als ik nu alles af heb. Vanavond wil ik echt niks doen. De ouders van Etty komen vanavond bij ons thuis. Die komen bij ons slapen, want morgen hebben wij opnames voor de nieuwe workout in de studio. En ik ben eigenlijk altijd vrij, dus we hebben dan geen oppas. Dus dan komen de ouders van Ed. Dus morgen ben ik er niet, dus vanavond wil ik gewoon niente, gewoon niks. Lekker Temptation kijken, lekker Meiland kijken. Ja, dat zeg maar. Dus ik ga gewoon nu even aan de slag. Oké, ik ben weer thuis. Dus ik ga eerst even troep ruimen. Zoals dit. Hier allemaal spulletjes. Die tas moet opgeruimd worden. De zwemtas. De schooltas. De sokjes die overal buiten liggen van het buitenspelen. Jullie even lekker uit bed halen, hè? Lekker uit. Journey eerst vandaag? Oké. Ik heb even heel snel iets in elkaar geflanst. Het zijn, even kijken, volkoren fusilli pasta.
Ik heb erin gedaan spinazie, broccoli, een puntpaprikaatje, een uitje, knoflookje. Bospaddenstoelen aan zich en bospaddenstoelen pesto van de HelloFresh. En dat was het. Ik ga mijn kinderen er niet blij mee maken. Oh ja, spinazie. Of had ik het al gezegd? Nee. Spinazie. Charlie. Ik ga mijn kinderen hier niet blij mee maken, denk ik. Maar goed. We shall see. Op hoop van... Oh, en een beetje mozzarella trouwens zit er ook nog in. Jongens. Deze dame, die loopt letterlijk de hele dag. Probeert ze appeltjes te pakken. Uit de tuin. Die gaat ze dan opeten. En echt, we hebben net gegeten, maar het kan er gewoon niet op. Lekker, hè? Gekke drijf. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. We hebben heel lekker geslapen. Ouders van Ed zijn hier gezellig. Even kindertijd afzetten ondertussen. We zijn nu onszelf aan het klaarmaken. En dan gaan we straks naar de studio. Want we hebben vandaag opnames weer voor nieuwe workouts. Dus ik moet nog even wakker worden. Een beetje energie krijgen. Want ja, dat gaat wel weer lekker pittig worden. Maar goed, daarna is het wel lekker weekend. Einde van de dag. Dus daar heb ik helemaal zin in. Zo, even mijn ontbijtje laten zien. Dit is het. Oh, het is groen. Wij zitten in de auto en ik dacht, ga even mijn ontbijtje laten zien. Dit is dus pre-workout. En ik vind het lekker als we zoveel, zeg maar, moeten sporten. Of tenminste, ik eigenlijk. Om niet te zwaar te ontbijten, maar wel gewoon voedzaam. Hè? Dus dat ik er wel echt iets aan heb, lichamelijk gezien. Maar dat ik niet te vol ervan zit. Het is namelijk niet lekker als je echt een hele volle maag hebt. En je moet dan zoveel achter elkaar gaan trainen. Dus wat ik nu heb gemaakt is, ik heb een... best wel heel erg veel blauwe bessen. Die had ik gisteravond uit de vriezer gehaald. In een bakje gedaan. Dus nu zijn ze gewoon lekker ontdooid. Een klein beetje yoghurt bij gedaan. Soja yoghurt. Wat chiazaadjes. Een klein beetje havermout. Een paar rozijntjes en that's it. Dus dan heb je wel gewoon echt lekker iets te eten. Maar ja, niet te veel, zeg maar. Het is inmiddels alweer 2 uur in de middag. We hebben de hele ochtend opgenomen en het is super goed gegaan. Heel blij mee. Ik was vanochtend was ik best wel een beetje moe. Omdat we gewoon een hele drukke werkweek hadden. En werd ik ook nog vanochtend, ja, had ik mijn maandelijkse periode ineens. Dus ik weet niet, dan voel je gewoon altijd net even iets minder energiek. Maar uiteindelijk, toen we begonnen waren, toen dacht ik, ja, ik ga er gewoon voor. Ik ga gewoon alles geven en dan ga ik maar kapot. Maakt niet uit, want nu ben ik er toch. En dat leverde juist het tegenovergestelde op. Waardoor we dus echt meer hebben op kunnen nemen dan normaal. Echt grappig hoe je hoofd dus zo dingen tegen kan houden. Of juist heel erg kan bevorderen. Echt, ja, bizar. Maar goed, in ieder geval. Ik heb even de meiden opgehaald. Want wij gaan nu naar het gemeentehuis. En als het goed is over, wat is het, 1,5 maand op vakantie. Tenminste, we hebben geboekt. Laten we vanuit gaan dat alles doorgaat. Dus daarvoor moeten we een paspoort hebben voor de meiden. Die hebben we aangevraagd vorige week. Alleen nu sta ik wel bij een hele drukke weg. En ik ben alleen met die dames. Dus ik moet even kijken hoe ik ze uit de auto ga halen. Zonder kinderwagen. Dat is echt een tweeling struggle. Normaal is er altijd of eentje een babytje. Dus die, hè, die zit in de maxicosi of wat dan ook. Of eentje is net iets ouder. Waardoor ze dingen beter snappen. Maar 2 van 2 is op dit soort momenten altijd een beetje lastiger. Maar goed. Komt het goed, hè, meiden? Ja. Ja, kijk ze maar zitten. Gaan we? Ja. Ja. Gaat goed, hoor. En meiden? Loop maar, schatje. Oh, het worden ze te groot, hè. Ongelooflijk. Ja. Zo, ik heb mezelf even lekker gedoucht. Even deze. En omgekleed. En ik heb een leuke nieuwe broek. Die wilde ik even aan jullie laten zien. Kijk hoe leuk. Hij is van Lovies. Ik ben er helemaal verliefd op. Leuke wijde pijpen. Lekker een printje. Hij zit als een soort van pyjama broek. Dus daar ben ik blij mee. Want daar hou ik echt heel erg van. En ik had ook nog een heel leuk jasje daarvan. Dus ik dacht, ik laat het jullie gewoon even zien. Zo. Kijk. Hoe leuk is dit setje. Helemaal ready to go. Oeh, wij zijn lekker even met z'n tweeën op pad. Ed's ouders zijn er nog steeds, dus die zijn gezellig bij de kindjes. En wij gaan heel even Den Bosch in. Eigenlijk omdat we naar een lamp wilden gaan kijken, maar het is 17:15 of zo volgens mij. Dus dat gaat hem niet meer worden. We gaan wel even lekker iets eten samen. Hem op. En de zon schijnt. Yes!
Ik heb één biertje op, maar ik... Voel je hem al? Oh, too much. Oké. Ik ben kapot, man. Ik moet morgen om 7 uur moet ik bij die gasten helpen. Ja, en morgen om 7 uur helpen ergens. Nou, jij liever dan ik. Maar ik ben dan zo'n kneuzige. Ik hou trouwens jullie even vast. Ik ben dan zo'n kneuzige die dan denkt, als Ed ook mee gaat uitslapen als de oudste Ed er zijn, dan vind ik het helemaal chill. Maar als Ed dat dus niet doet en die gaat dan weg, dan vind ik het ook een soort van stom om dan wel in mijn nest te blijven liggen ofzo. Ik weet niet, dat voelt dan anders. Stom, hè? Maar heb ik voor mijn gevoel, ga ik dat dan, maar ik ga dat gewoon even vragen zo. Of ze dat goed vinden? Ja. Alsof ze dat niet goed zouden vinden, maar toch, ik ga dat even vragen. Hey. Hi. Hey, schatje, zijn jullie de tuin aan het doen? Ja! Oh, wat goed! Hè? Oh, goed hoor! Het is vandaag zaterdag trouwens. Ik heb net even lekker boodschappen gedaan. De meiden dragen op bed. Ed is bezig in de tuin met grasmaaien en dat soort dingen allemaal. En Ramses is heel eventjes bij mijn ouders. Deze broek had ik weer in de kast gevonden, kan je het zo zien? Even kijken. Een leuke pantalon. En hij zit zo lekker, alsof dat ik mijn pyjama aan heb. Met mijn schoentjes en een shirt helemaal lekker casual Saturday. Ik had deze gisteren bij Dylan en Camille gekocht. Ja, die, hè? Leuk, hè? Ik vind het helemaal leuk met dit printje en zo. Dylan en Camille, volgens mij iets van een tientje bij elkaar. Dus dat is een goede prijs. Oké, ik heb deze week heb ik Hello Fresh. Die wordt maandag geleverd. Maar desalniettemin hebben we natuurlijk nog 100.000 andere boodschappen nodig. Dus die heb ik even gehaald. Ook best wel wat voorraad. Ik ben bij de Aldi geweest. Zal ik het laten zien? Ja, ik doe het gewoon snel. Crackers, ja. Cacao nips. Die zijn lekker. En die, ja, krentenbollen voor zometeen. Een hummusje. Dit vrouwelijke dingetjes. Ja, wat hebben we nog meer? Maiswafels, tomaten, skierjoghurt en allemaal sojajoghurt. Nee, laat maar dicht. Deze. Oeh, Bob, kijk, olijfjes. Bobby houdt heel erg van olijven. Jee. Deze. Charlie niet. Ja, yoghurt. Deze. Die druiven. Ja, ook lekker. Nog meer druiven. Ja, want als ik één pak koop, dan is het echt binnen 2 dagen op. Kus. Sap. Hoe? Ja, ook. Lekker. Ja, nog één. Ja, ik heb echt heel veel soja gekocht, want die was daar veel goedkoper dan normaal. Dus ik dacht, nou... Makkelijk, wraps hebben we. Deze voor vanavond. Ik ga even vanavond een soepje maken. Dat heb ik al heel lang niet gedaan. Ja, dat douchegel. Oh ja, deze heb ik een keer meegenomen. Dat at ik vroeger altijd. Echt al zo lang niet meer op. De kinderen hebben dit nog nooit gegeten. Dus ik dacht, dat is wel lekker. Dat. Nou, dit heb je globaal gezien nu. Deze was op, we hadden geen zoete beleg meer. Dus ik heb Nutella gekocht, vind ik het allerlekkerste ever. Pindakaas, allemaal crackers. Bakpapier, aluminiumfolie. Kauwgom, nou. Ja, dat, komkommer en geen verdere groenten en zo. Dus omdat we dus hele fresh hebben. Dus nou, dat, lekker. Even opruimen en dan gaan we eten. Oh. Hebben jullie een torentje gemaakt? Ze zijn dus stiekem kaarsjes hieruit aan het halen. En Bobby is aan het uitdelen aan Charlie. Nu hebben ze allebei een kaarsje. Kijk, kijk, kijk. Het is toch te grappig, hè? Kom, we gaan kijken wat ze nou... Of ze het open kunnen maken. Lekker. Wat doen jullie? Maar dat mocht niet. Hey, heb je hem echt opengemaakt? Ja. Dat heb je niet aan mama gevraagd. En jij ook niet. Hey? Nog geen. Nee. Oh, jullie zijn echt twee kleine ratjes. Jullie zouden mij toch meehelpen? Ja. Ja, maar dat is nu niet meehelpen, hè? Kijk. Kijk, open doen. Kijk. Nou, deze is helemaal verpletterd. Kijk, doe maar erop. Wilde je proeven? Ja. Moet je vragen aan mama, hè? Mama. Ja.
Nou, kom maar mee. Het is alweer tijd om te gaan eten. Het is 4:15 en ik dacht, ik ga jullie heel even laten zien wat ik heb gemaakt. Het is heel simpel, maar echt helemaal lekker voor de zaterdag. Want ik heb gezellig een soepje gemaakt. En daar zit in... Oh, hij beslaat helemaal. Ik zal het hier even in beeld brengen wat er allemaal in zit. En verder ben ik lekkere broodjes aan het maken. Ik heb ze door de helft gesneden. Met dit borsteltje heb ik er wat olijfolie overheen gedaan. Nu ga ik er wat peper en zout aan toevoegen. En dan doe ik ze lekker even in de oven. En dan krijg je van die hele krokante, knapperige broodjes. Dat is helemaal lekker bij een soepje. Voor ons, voor de kindjes doe ik dat niet. Die doen lekker gewoon zo. Dit is dan hoe het eruit ziet. Lekker uit de oven. Helemaal knapperig. Ja, dat zie je misschien niet, maar het is wel. En een soepje erbij. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ben lekker met een kindje beneden. Ed, die mag uitslapen. We hebben allemaal wat drinken. Ik heb hier mijn koffietje. We hebben nog kaarsjes aan. We gaan even lekker tv kijken en chillen deze ochtend. Ed heeft er helemaal zin in. Zin. Hij is helemaal zo lekker zo door het huis aan het rennen. Allemaal zijn dingetjes zo aan het doen. Het ruikt hier heel erg lekker. En ik heb zo'n honger. Ik val bijna om. Hij is soep van gisteren aan het opwarmen. En lekker een broodje erbij. Dus dat gaan we zo meteen even eten. Ik ben inmiddels lekker gedoucht. Ik heb mezelf aangekleed, want we hebben vanmiddag een verjaardagsfeestje van mijn tante gezellig. Dus daar gaan we naartoe. Ik heb zo'n spierpijn. Het is echt niet normaal. Echt, ik ga helemaal... Mijn bovenbenen zijn helemaal pijnlijk, zeg maar, van afgelopen vrijdag. Oh, de broodjes zijn klaar. Ken je dat? Als je dan, zeg maar, iemand een berichtje hebt gestuurd met een vraag, waarvan je het antwoord echt heel graag wil weten, dat je dan continu op je telefoon kijkt van, heeft ze al gereageerd? Heeft ze al gereageerd? Zo stom is dat er wel. Normaal gesproken kan het ook goed zijn dat ik het helemaal niet zie. Dat het een paar uur duurt voordat ik een appje lees. Hoewel ik meestal vrij snel ben. Maar als je dan iets aan iemand hebt gevraagd dat je wil weten, dan kijk je gewoon steeds. Dat heb ik dus nu. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Gisteren heb ik niet zoveel meer gefilmd, want lekker zondag en we hadden een feestje. En... Feestje, hè, Charlie? Nu is mama eventjes Charlie de haartjes even netjes aan het doen. Kom maar even deze kant op kijken. Kijk eens even naar mama. Even naar mama kijken. Kindjes hebben al gegeten. Wij zijn bijna klaar. We moeten alleen nog even eten en wat opruimen. Spullen pakken en dan gaat Ramos naar school. En de meiden gaan op maandag altijd naar het kinderdagverblijf. Dus Ed gaat ze brengen. Dus ik was... Hè? Ja, nee, je hebt al gegeten, schat. Kom. Kijk, Charlie is weer een mooi meisje. Meisje. Heb je zin in? Ja. Een schooltje? Ja. Ja? Doe even je tas nog pakken. Ja, zo. Wauw. Maandagochtend vibes dit. Ze hebben allemaal een troepje gemaakt van die tafel. Nou, ik ga dit even opruimen. Oh, ja, die is van jou, hè? Oh, nee. Oh, nee. Die is van jou. Die is van Ramos. Heb jullie die op de grond gegooid, hè? Kamaien. Oh. Hallo. Hallo. Doe je jasje aan? Ja. Zo, Ed is lekker de kindjes wegbrengen. En ik zit helemaal klaar voor opnames. Of tenminste, ik ga een voice-over opnemen voor onze nieuwe workouts die er aankomen. We hebben namelijk echt een hele reeks aan nieuwe postpartum, dus na je zwangerschap, workouts opgenomen. En die komen binnenkort in onze nieuwe FitMama app. Die worden, zeg maar, vernieuwd. En voor een aantal daarvan wil ik graag een voice-over opnemen. Omdat het vooral ademhalingsworkouts zijn. Die je helemaal in het begin na je zwangerschap kan doen. En het is heel fijn, denk ik, als je dan naast de muziek ook een stem hebt. In dit geval dus van mij. Die je, zeg maar, begeleidt daarin. Dus dat ga ik nu opnemen. En ik hoop dat ik er één kan doen voordat Ed weer terug is. En we hebben ook altijd iemand die, zeg maar, hier komt werken op maandag. Die ons altijd helpt. Dus ik moet dit even gaan doen voordat zij er zijn. Wish me luck. Ed en ik zijn onderweg, want wij gaan een prikketje halen. Een prikketje? Een prikketje. En ik vind dat spannend. En Ed die doet onwijs overdreven leuk om mij op te beuren. Dus hij zat zingen een lekker prikketje. Nou, dat vind ik dus niet. Dat prikje zit er weer in. Dat was de tweede, dus nu zijn we er klaar mee. En nu gaan we lekker naar huis. Even lunchen zo meteen. En dan gewoon verder met onze maandag bezigheden. Vanavond heb ik ook nog een webinar. Dus het is een drukke dag voor ons. Maar goed, geef niet, hebben we altijd op maandag. Ik ga bij deze wel de vlog ook afsluiten, want dan kan ik ook
de beelden weer doorsturen. Voor nu dus weer dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het gezellig vond om weer met ons mee te kijken en een inkijkje te hebben in ons leven. Ik zie jullie heel snel weer. Een dikke kus. En doei!